Zag die blik. En kijk deze Dialga daar. Holy mo. Oh snap. Kijk, hij wordt gelijk knijterboos. Een fel licht komt op ons neer. Yo Nintendo fans. Welkom bij alweer een gloednieuwe Pokémon Legend Arceus video. En dit wordt een hele bijzondere. Want we lopen hier naar buiten. En de lucht is nog steeds mysterieus. Maar daar gaan we wat aan doen in deze video. Dus knal die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Daar help je mij heel erg mee. Dan gaan we kijken wat het, ja, misschien wel het einde van deze game een beetje te bieden heeft. Of zal er meer zijn. In ieder geval. Is hier. Gotita noem ik haar altijd. Maar waarom lijkt die naam zo erg op Gotita? Gogeta is het natuurlijk. En die zegt, en hier ben jij, de verlorene. Ben je klaar om naar Mount Coronet te gaan? Dit zal een lastige battle worden. En ik zeg, ja, ik ga. Alleen ik moet nog even Palkia in mijn team doen, geloof ik. Volgens mij was dat nodig. Maar Gogeta zegt, luister naar mijn woorden, jongelingen. Tijd kan je niet apart zien van de ruimte en de ruimte niet van tijd. En hetgene wat je tegen zou komen bij de tempel van Sinnoh is Dialga. En hij regeert de tijd. Hij moet gestopt worden, want anders dan raakt de tijd helemaal in de war en dan gaat de wereld kapot. Maar jij hebt de hulp van Palkia. En die regelt de ruimte. En daarin ligt hoop. We moeten de balans tussen de ruimte en de tijd weer terugbrengen met behulp van Palkia. Ja, en we hebben Palkia, gewoon de legendarische Pokémon die de ruimte beheerst. Die hebben we gewoon even op de boerderij gegooid, joh. Zo van, ga lekker hier chillen, man. We hebben je gevangen. Ga lekker tussen de Mariepie staan. Oh nee, Mariep zit niet in deze game. Nou, anyway, hier is die Palkia. Ja, dan moet er eentje weg. En dan doen we denk ik maar even Magnezone weg, want die is het laagste level. En dit is waar het allemaal naartoe geleid heeft. Ja, ja, het rift daar in de ruimte. Daar gaan we weer naartoe. Daar gaan we, daar gaan we. En Kogita zegt dat ze dit wel een leuk dorpje vindt en dat ze maar eens gaat shoppen voor een nieuwe outfit. Adamant die zegt erop, shoppen voor een outfit, de wereld staat op springen. En Kogita zegt, nou ja, als de wereld kapot gaat, dan is er sowieso zo geen tijd meer om te shoppen. Dus dan kan ik het maar net zo goed nu doen. Goed punt. Oké, let's go. Palkia! Wat vet, jongen. Wat een vette Pokémon. Ah, hij is wel echt super groot. I love it. Heel cool. Daar gaan we, jongen. Go, 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 go. En rennen. Wow, 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 wow. Dit is een of andere gekke noordenlicht of zo, joh. Wat is dit voor zo'n gekke, gekke groene lucht? Oké, okay, maakt niet uit, maakt niet uit. We gaan hier naartoe. Ja, en kijk eens wie daar weer is, jongen. Deze man is overal waar spanning is. Volo zegt, ah, ik was net op jou aan het wachten. Misschien wil je nog iets kopen hier dichtbij de tempel. Ik heb geen idee. Ik ga gewoon lekker naar de tempel. Ik heb volgens mij nog nooit wat bij Volo zelf gekocht. De rest is blijkbaar al vooruit gegaan, want daar staan ze hoor. Kamado, Irida en Adamant staan ons al op te wachten hier op de berg. Zijn jullie ready? Kamado zegt, ik dacht voor zo'n lange tijd dat alles wat een threat, een dreiging zou zijn voor Jubilife City, dat ik dat kapot moest maken. Of dat nou een Pokémon of een Pokémon-tempel was, dat maakte niet uit. Maar jij hebt me laten zien dat ik verkeerd bezig was. Ben je ready voor deze challenge? Ik heb echt een passende outfit voor het vechten tegen de sterkste Pokémon tot nu toe. Heel nice. Ik ben ready. En Irida die heeft het volste vertrouwen. Die denkt dat wij hier gewoon gaan schijnen. Dat dit mijn moment is. En Kamado en de rest supporten mij. We moeten Hisui en zijn mensen beschermen. Dus dat is dan ook wat wij gaan doen. Ja hoor. Ja, kijk, zag die blik. Zag die blik. En kijk deze Dialga daar. Holy mo. Oh snap, kijk, hij wordt gelijk knijterboos. Een fel licht komt op ons neer. En bam. We gooien Palkia er tegenin. Let's go Palkioni. Hoppakee. Tempel helemaal kapot. Nou, we leven nog. Dat is de eerste goede stap. Oh my gosh. Oh, kijk die zieke Palkia, jongen. What? Dit is zo vet gedaan. Dit is echt super cool. Holy moly, jongen. Kijk die Palkia losgaan. Lekker, man. Heerlijk. Ja, Dialga, jongen. Oh, wow, wow, wow. Wow, hij begint te zweven. What? Oké. Okay. Oké. Dit is een Uber-vorm of zo. Yo! We moeten weer zakjes gooien. Oh, oké. Okay. Dat deed pijn. Oh, wat doet hij? Wat doet hij? Wat doet hij? Laat me hieruit. Uit de cirkel. Top. En gooi zakjes. Lekker. Oké, top. Uit de cirkel. Uit de cirkel. Top. En zakjes. Yeah, lekker. Let's go. Let's go.
Ja, oké. Okay. Blijf je gewoon dit doen? Als je dit blijft doen, vind ik het helemaal chill. Dan gaat het wel goed. Ah, oké. Okay. Ik moest daar overheen. Oké. Okay. Jammer, ik moet er nog een keer overheen. Er komt er denk ik nog één. Ja hoor, oké. Okay. Komt er nog één? Nee, er komt er niet nog één. Het zijn drie waves. Oké, okay, let's go. Dit is heftig. Dit is heftig. Let's go. Nog meer vuurballen. Blijf zakjes gooien. Oh, ik gooi het uit mijn Pokémon erop. Ik moet ja, nee. Ah, oh, dit had ik makkelijk in één keer kunnen halen. Maar nu gaat het helemaal fout. Als ik gewoon zakjes was blijven gooien, jongen. Ik dacht al, waarom raak ik hem niet? Maar ik was pakkie aan het gooien de hele tijd. Oh, dit gaat goed. Dit gaat goed. We zijn er bijna. Raak hem. Ah. Oké, eroverheen. En nog één keer eroverheen. Ja, en raak hem. Gooien. Zakjes. Ja. Lekker. Is dit het? Dit is het, hè? Ja, ik ga mijn super speciale original OG Pokéball erop gooien. Kom maar, Dialgioni. Kom, zo, jeetje. Dit is wel echt een hele sikke Pokéball. Die wil ik ook hebben. Die is zo nice. 1. En 2. En 3. En... Hoppakeetje, we hebben die Yoga ook gepakt hoor. Ik vind dat wel echt een hele toffe Pokéball. Het ziet er heel anders uit dan normale Pokéballs. En de lucht wordt weer normaal. Ja, lekker. We hebben weer gewoon een blauwe lucht. Wat fijn met de zon er doorheen en wolkies. Tempeltje is wel kapot. Maar ja, dat boeit helemaal niemand, want de wereld is weer normaal. Lekker jongens. Hebben we gewoon even gefixt. Dankjewel, Palkioni. En Irida die zegt... hij heeft hem gevangen. Is het hem echt gelukt? En Ademan zegt... Ja, mijn ogen bedriegen me niet. Het is hem echt gelukt om hem te vangen. En Leventon vindt het een goede show. En die zegt... Wat een vangst. Je hebt dat enge ding gevangen in de Origin Ball. Super knap, Rikachu. Finally. Eindelijk. Arcadia is er ook hartstikke blij mee. En Kamado, die draait zich om. Die zegt alleen maar... Ja, oké. Okay. Ben je emotioneel? Ja, hij is emotioneel. Kamado moet huilen. Ja, Kamado die kan niet echt heel veel meer zeggen. Oh, wat gebeurt er? Laat hij iemand vliegen? Hij zegt, nou, dit lijkt in ieder geval geen droom. Luister jullie allemaal. We hebben dit nog nooit meegemaakt. Maar het is ons gelukt om het te overwinnen door samen te werken. Wij gaan nu een festival organiseren om het te redden. Nou, je clans bij elkaar. Dit wordt de grootste feest van Hisui ooit. En Irida zegt... Wat, een feestje vieren met de Diamond Clan? En Ademan zegt ook, de twee clans samen? En dan zegt hij, nou ja, we volgden allebei onze eigen Almighty Sinnoh. Dus we hadden ook eigenlijk gewoon allebei gelijk. Irida denkt dat de voorvaderen van hun echt gechoqueerd zijn door wat er nu is gebeurd. Maar oké, ja, ze stemmen ermee in. We gaan dikke vissen. Lekker party, jongens. Hoppakee, daar ben ik wel aan toe. Lekker feestje. Oké, nou, toedeledoki. Graag gedaan. Ik strompel er ook een beetje zo achteraan van... Nou ja, gaan jullie lekker je ding doen? Ik kom wel. Wat is dit? Wat? Wat gebeurt er? Glimlach? Ja? Oh, oké. Ik dacht dat ik ook stemmen ging horen of zo. Ja hoor, Pokémon Legend Arceus is soort van uitgespeeld. Kijk, en dit is het grote feestje hoor. Ja, Leventon staat een fotootje te maken. Pikachu, Bidoofy zijn van de partij. Irida staat op te treden samen met Melly. Leuk plaatje. Maar, mijn telefoon gaat. En er wordt gezegd, vind alle Pokémon. We worden wakker. Het is een nieuwe dag. En we moeten nog een keer naar de tempel van Sinnoh. Goedemorgen, Akari. Hallootjes, lekkere vissa was dat gisteravond, hè? De Space Time Rift is weg, dus de lucht is weer normaal, zegt ze. En nu moeten we de Pokédex weer gaan completen, want dat was onze originele missie. We moeten naar de Survey Corps Office, naar het kantoortje, om de volgende stappen te gaan bepalen. En wat zijn dan die volgende stappen? Is de game nog niet klaar? Celine vraagt wat de status is van de Pokédex op dit moment. En Leventon zegt, nou, we hebben al best wel veel gefixt. Maar we kunnen nog wel wat meer doen aan onze research tasks. Oh, en er komt iemand binnen die zegt, sorry, maar ik hoorde jullie praten. Oh, Volo, die is ook echt overal. Hij zegt, nou, als je wat wil weten over de geschiedenis van Hisuian en al zijn legendes, dan ben ik jouw man. Ik ben al heel lang aan het studeren. En ik heb al heel veel ruïnes en dat soort dingen bezocht. Ik kan je best wel wat leren over de Pokémon en zijn legendes. Nou, Leventon is er helemaal blij mee met de hulp. Celine zegt dat ik even moet luisteren.
En ik moet samenwerken met Volo en, om de Pokédex compleet te maken. Nou, we moeten naar de Heights Camp en daar wacht Volo blijkbaar op ons. En dan gaan we mythes onderzoeken. Ah, super tof, dus er is nog genoeg te doen in deze game. Als je dat wil zien, knal die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!